en dan gaan we zeg maar even schudden. En... Oh! Water met een wel heel bijzonder smaakje. Als het aan chefkok Pierre Wind ligt, gaan ook vrijwilligers van Dynamo ermee aan de slag. Begin deze maand begon het jongerencentrum met hun eigen merk water, genaamd Damn Yo. Maar het water moet hipper en lekkerder worden gemaakt. Het is eigenlijk begonnen als een campagne. Hè. Dan denk je aan posters, flyers, een stukje voorlichting. Nou goed, daar hebben we ook t-shirtjes bijgedrukt. Allerlei manieren om het in beeld te krijgen. En water was dan onderdeel van. Goed, dan willen we ook dat het water dat die boodschap uitstraalt. Want water is natuurlijk perfect tegenhanger van alcohol. En daar willen we nu mee verder, want het water aan zich is echt enorm, de afname is enorm gestegen. We verkopen veel meer water sinds we het eigen label hebben. En dan zeg ik, nou goed, daar gaan we mee verder. Daar willen we smaak ontwikkelen. En zodoende zijn we vandaag hier met Pierre Wind achter mij bezig om smaak te ontwikkelen. Pierre Wind heeft al een eigen merk met smaakwater. Maar ook bij Dynamo moet nu water komen met bijvoorbeeld een dropsmaak of een komkommersmaak. Dit ook om jongeren minder alcohol te laten drinken. We zijn hier bezig om een eigen smaak te verzinnen. En dan gaan we dan kijken of we dat in de fles kunnen stoppen. Ja. En ik hoop hoe meer watertjes met een smaakje. Hè, gaan we dan, is het toch beter altijd dan die frisdrank met heel veel suiker erin. De vrijwilligers zijn vrij om te experimenteren met van alles en nog wat. Water met chili, water met mais en water met een pure chocoladesmaak. Het kan allemaal, niets is te gek. Ik heb gestampte anijs, muisjes erin gedaan, dus anijs met drop, wat in principe ook anijs is. Deze Purple Delight Unit. Purple Delight, ik weet niet wat dit is, maar het is super chill. Het zijn nice hoor. En een vanillestokje. Yes. Dynamo wil zoveel mogelijk verschillende smaakjes hebben en de jongeren kunnen die het beste zelf maken. Ja, hoe divers Dynamo is, hoe zo divers moet je ook je water maken. En wie kan het beter doen dan de jongeren zelf?